ridder Rikki. Rikki gaat naar zijn lievelingsplekje onder de oude boom. Het is mooi weer. En als Rikki onder de boom gaat liggen en zijn ogen dicht doet, gebeurt er altijd iets bijzonders. Alles wat hij verzint, wordt vandaag is Rikki een ridder. Ridder Rikki. Hij draagt een ijzersterk harnas, een helm, een schild en een zwaard. Dat moet ook wel, want soms komen er vreselijk gemene monsters. Zoals vuurspuwende draken bijvoorbeeld, die hem van alle kanten aanvallen. Er zijn er zelfs die kunnen vliegen. Maar ridder Rikki verslaat ze allemaal. De deugenieten gaan achter slot en grendel in de gevangenis. En hij geeft ze alleen water. Heel veel water om het vuur te blussen. Ik laat jullie pas weer gaan, zegt ridder Rikki tegen een van hen, als je braaf bent en geen vuur meer spuwt. We zullen het nooit meer doen, belooft de draak liefjes, terwijl er twee wolkjes uit zijn neus gaat te komen. Het liefst van al is Rikki boven in de toren van zijn kasteel. Vandaar kan hij heel ver kijken. Als er iemand aankomt die hij leuk vindt, dus geen monsters natuurlijk, laat ridder Rikki meteen de ophaalbrug neer. Dat is waar ook. Vandaag komt prinses Annabel logeren. Welgekomen! Boven het haardvuur roostert Rikki zoete wortelen. Hij dient ze op met bloemsuiker en een glaasje honingwijn. Zo lekker, zegt prinses Annabel. Wortelen met honingwijn, mijn lievelingsgerecht. Ridder Rikki moet natuurlijk ook werken. Hij brengt geheime brieven naar de andere ridders heel ver weg. Maar zijn paard brengt hem er vliegensvlug naartoe. Ridder Rikki wordt moe en stopt bij de oude boom. Hij laat zijn paard wat drinken en eet zelf een hapje. Daarna gaat onder de boom liggen en doet zijn ogen dicht. Ineens schrikt Rikki wakker. Help! Help! Hoort hij iemand roepen. Oei, dat is Annie! Rikki springt meteen op om haar te redden. Al gauw heeft Rikki het monster overwonnen. Bravo! Roept Annie. Bravo! Lacht Rikki. Het is Boris maar, de hond van de buren. Zullen we samen spelen, Annie? Vraagt Rikki. Ik ben ridder Rikki en jij bent prinses Annabel. En ik heb je net gered uit de klauwen van de verschrikkelijke draak Boris. En nu neem ik je mee op mijn paard. Goed?
op je paard, maar ik wil zelf een paard, zegt Annie. Oké dan, een paard voor jou ook. Samen galopperen ze naar het kasteel van Ridder Rikki, in de verte. Dag Ridder Rikki. Dag prinses Annabel. Make a skill, make a skill.